Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Advanced Supply Drop Challenge. Hier natuurlijk op Call of Duty Advanced, waar we in deze serie proberen natuurlijk de Supply Drop Challenge te halen, die er elke dag opnieuw staat. Want de Supply Drop Challenge van vandaag is get 30 kills met SMG's in Domination. Dus we gaan het proberen te halen, 30 kills in één Domination potje moet lukken. Ik ga wat deze class gebruiken voor de mensen die dat willen weten. De ASM1 Reckless met automatische rapid fire natuurlijk op, want die staat op de Reckless sowieso aan. Grip en Advanced Rifling. En dat gaat hopelijk lukken. 30 kills moeten we pakken in één Domination potje. Dus ik hoop dat het gaat lukken. Vind je deze zin leuk? Ram me natuurlijk sowieso een kaart op de like op. Dan ga ik het Domination potje starten. En dan gaan we zien hoe het gaat lukken. Ik ben er klaar voor. Ik hoop ook dat we eindelijk iets goeds gaan krijgen uit de supply drop die we steeds krijgen. Maar dat zullen we aan het einde zien als ik de challenge natuurlijk wel heb gehaald. Dus tot zo in een potje. Alright boys, zoals je kan zien ben ik in een Domination 6-6 potje gekomen. En wij moeten 30 kills pakken met onze ASM1. Pakken wij de 29 hebben we de supply drop natuurlijk niet. We moeten echt 30 minimaal krijgen. Assisten tellen niet mee. Dus ik hoop natuurlijk dat het ook gaat lukken. Het is een beetje een poepmap voor de submachine als ik eerlijk mag zeggen. Ik speel deze map natuurlijk liever met een assault rifle. Alleen het is even niet iets wat ik nu kan veranderen. Want nu zijn we natuurlijk al aan het spelen. Mooie kill, jongen, met je SVO. Maar we moeten dit doen, jongens. We kunnen dit ook doen. We gaan gewoon keihard die 30 kills pakken. Let op. Ik hou me aan mijn woord, zoals jullie weten. Dus we gaan dit ook gewoon doen. Zijn we er klaar voor? Ik weet alleen niet waar die bomrun komt. Want, auw, die komt dus over mijn hoofd heen. Waar ik nu niet meer kan bewegen. Thanks, man. Teammate. Ik heb helemaal niks aan die bomberruns, want je kan er namelijk helemaal niemand op bewegen als die teammate hem op jouw kop gooit. Dus daar ben ik nooit zo blij mee. Had al lang gereload moeten zijn dat wapen, maar oké. Okay. Ben ik nooit zo blij mee als dat gebeurt. Ik weet nu alleen niet meer waar ze zitten. Ik heb het gevoel dat ze naar B gaan zo bij die enemies. Oh, get wrecked. Zo, die is even gewoon die vent. Dankjewel. Dat wil ik vaker zien, jongen. Dat iemand zo gerekt wordt. Dat wil ik eigenlijk elke dag zien, als ik eerlijk mag zeggen. Ik moet even zorgen dat ik mijn UAV haal. Oh, kak, ik ben dood. Ja, die zag ik al. Als ik mijn UAV haal, weet ik natuurlijk precies waar de enemies allemaal zitten. Ik heb zelf ook een bomberun aanstaan. Sorry, teammates, dat ik die bomberun daar nu op jullie gooi. Maar ik had dood door de lawine. Ik span ook gewoon in die lawine, dus ik kon er ook niks aan doen. Lekker bombing run, maak nog maar wat kills. Nee, 1, is dat alles wat je doet? Nou, fijn man, daar ben ik echt blij mee. Ik vind die ASM1 echt een poepwapen, jongens. Alleen, de submachines in het spel zijn allemaal best wel scheid. En die ASM1, ja weet je, is toch wel een van de betere die je kan gebruiken. Alleen, ik vind hem zelf niet chill. Daarom zie je me heel vaak ermee falen. Het gaat deze aflevering ook nog wel vaker gebeuren, kan ik je nu alvast zeggen. Fucking hell, jongen. Mooie kill van die vet. Ik heb wel een UAV, dan weet ik tenminste waar de enemies ongeveer lopen. Als ze geen low profile gebruiken. Nu moeten we ze even afknallen. Ah, kakzooi! Hoeveel bomberuns heeft mijn fucking team, gek? Dat is echt niet meer gezond. Eens wat ik hoor is bomrun incoming. Bomrun, 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 bomrun. Oké, let's go. Zo moet het. Zo moet het. Nee, 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 nee. Als jij me nog killt, dan ben ik echt boos. Holy fucking shit. Daar had ik echt niet dood moeten gaan, want dat was heel slecht geweest. Alsjeblieft, jongen. Zal ik hem even terugpakken dan, jongens? Team spelen Jaraski, ja, ja. We hebben weer een nieuwe bomrun. Gun mij die kill, gun mij die kill, alsjeblieft. Ah, dikke dildo's. Oh! Ik moet mijn 30 kills halen, jongens. Even dat jullie het weten. Anders word ik er niet blij van, namelijk. Enemies hebben geen exosuit meer, ik hoor het. Ik roep gewoon mijn UAV in, want er staat threat detection op. Dus ook al zijn we gecount, is alsnog die UAV handig om natuurlijk gewoon, in te roepen. Vandaar. Oh, ik heb geen ammo meer. Kak, heb iemand nog een submachine gun? Dit is een Amelie. Heb jij nog een submachine gun? Dit is een fucking HWR Insanity. Oh, ik moet een submachine gun hebben. Hoeveel kills heb ik al? 19. We kunnen hem halen, man. We hebben natuurlijk ook nog ronde nummer 2. Alleen het probleem is, ik heb nu geen fucking submachine gun meer.
Heb jij zijn machine gun? Paul Inferno, nee! Heb jij een submachine gun? Ik kill mezelf, ook goed. Oké, dan heb ik ook... Dan heb ik zelf weer een submachine gun. Ik heb geen scavenger aanstaan, want dat is misschien niet zo handig voor mij. Alleen, ik moest het dus even op deze manier doen. Er komen twee bomgruns van de enemies aan, dus ik ren hier even weg. Dus ik kill hem ook nog bijna, natuurlijk joh. Kut camper. Zit er hier nog een? Zit er hier nog een? Lekker teammate, mooie kill. Nog een! Oh, die heb ik! Control all objectives voor 1 minuut. Woo! Challenge in the pocket. Campertje. Ah, shit. Hoeveel kills hebben we? We kunnen de challenge halen. Geen grap, maar het gaat nog wel moeilijk worden. Ik kan nog niet mijn kills zien, want die hangt altijd vast hier, hoor. Hoeveel kills heb ik? 23. We hebben ook gekillt met de bomgrun, dus we moeten er sowieso minimaal nog 10 maken. Dus we moeten dit even goed aanpakken. Ja, we moeten het even goed aanpakken, jongens. Anders gaat het verkeerd. Ik heb ook zo'n leuke care package waar ik niks aan heb, dus die doe ik gewoon even in. Oké, kom hier naar binnen, kom hier naar binnen, kom hier naar binnen. Thank you, goed gedaan. Oh, what the fuck is die vent er achterin aan het doen? Oh, die gaat die streaks uit de lucht schieten. Oké dan. Ja, ik veel. Ja, want anders laat ik mijn carepacks gewoon oppakken, want ik hoef dat ding niet. Wat er ook in zit, ik hoef dat ding niet. Het kost me alleen maar tijd om weer op te pakken, weet ik wat allemaal. En die tijd die heb ik helaas op dit moment niet. Oké, lose ik Charlie. Ik moet daar naartoe. Ik moet zo snel mogelijk kills oppakken, man. Schijt aan de vlaggen. Schijt aan enemies die misschien nog achter me zitten. Ik moet naar de enemies toe waar de meeste kills te pakken zijn. En dat is op dit moment hier. Dus daarom ren ik hier ook volop naartoe. Want ik moet alle kills die ik kan pakken, moet ik pakken. Sorry vriend, ik sprong even over je heen als je niet erg vindt. Ik heb nog maar 11 kills, dit is niet zo handig. Kak. Zit er eentje op B. Ah, nu niet meer. Kak. Ik ben bijna out of ammo. Shit, dit is niet handig. Nee, alles wordt gekillstealed. Zit er hier nog één? Oh, die kill heb ik nog. Heb jij submachine gun? Nee, Paul Inferno. Fuck, nu moet ik zelf. Ik moet dood. Ik roep mijn bomrun in. Ik moet dood, man. Ik moet dood. Ik sta hier, jongens. Kut, hier zit geen sinus erop. Of hier zit de sinus erop, dus ze zien we nu niet. Jongens, hier, 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 hier. Kill me, kill me, kill me, dank. Oké, we zijn weer dood, gelukkig. Ik heb geen scavenger aangezet, maar dat is niet zo handig voor mij. Als ik dus te veel mensen kill, dan ben ik out of ammo. Dan ga ik natuurlijk ook niet iemand kunnen killen. Wat een kutwapen is het ook! En kijk die camper, jongen, zag je? Hoeveel kills heb ik? 31, ja, we moeten hem bijna hebben hoor. Het gaat niet de allereerste supply erop faal worden, want daar heb ik geen zin in namelijk. Oké, let's go, ik heb hem. Ik zie de supply erop in mijn wil staan, dan hebben we hem sowieso. Ja, ik heb 30 kills met submachine guns in domination. We hebben hem gehaald, jongens, alsnog. Woe! Dat is wel even bijpoten om hem. Om hem te halen, moet ik eerlijk toegeven, want die enemies beginnen wel even lekker namelijk. Maar we hebben gehaald, dan gaat het uiteindelijk om. We hebben nog een mooie score neergezet ook. Dus ik vind alles goed. UAV'tje erbij, hoppa. We zijn weer gecount, maar ja, ik roep gewoon mijn UAV in. Door die threat detection die er natuurlijk op staat. Jammer vriend, die had je kunnen zien aankomen. Gaat die lekker naar binnen, jongen. Mooie campspot, man. Ah, kak, er zat er nog één achter me. We staan 39 op 12, jongen. We gaan nog lekker ook. We zitten allemaal hier binnenin, jongen. Oh, kut. Ren langzaam, want dan zitten ze hier te campen. Dankjewel, dan kunnen we hier naar boven. Zit hij hier nog? Nee, hij staat dan. Oké, okay, nice. Teammate, teammate, teammate! Ja, nu zijn we dood, ja. Oh, daar zit die. Kut camper! Ah! Kut, kut, kut kind. Eindpotje zit erop. Nice, lekker jongens. Weer een supply erop gehaald. Zo moet het gaan, jongen. Let's go. Dan hoop ik nu wel dat we weer iets chills... Nou ja, we hebben nog nooit iets chills gekregen uit deze supply drops. Iets chills kunnen krijgen voor de eerste keer. Kom op. We kunnen dit, man. Ik weet zeker dat we gewoon een keertje iets chills moeten krijgen. Gewoon het nieuwe wapentje. Want de STG en de SVD, volgens mij, of de SVO... En de blunderbuss zijn hier ook uit op de PlayStation 4. Dus we moeten gewoon iets chills eruit krijgen. Gebeurt dat niet, vind ik het niet leuk. Er moet iets chills uitkomen. 100% zeker. Dat moet. Het moet, Call of Duty. Hoor je me? Het moet. Oké, kom erop met die supply erop. Oeh, we hebben zelfs 2. Oeh, we kunnen zelfs 2 openen. Oké dan. Kom maar. Kom maar. Oké. Wat zit er in de eerste? Oké, helemaal niks. Daar heb ik allemaal niks aan. En wat zit er in de tweede? Elite.
ook helemaal niks. Call of Duty, dankjewel man. Mensen, ik hoop dat jullie hebben genoten weer van deze Supply Drop opening of Supply Drop challenge. Als jullie hebben genoten, dan natuurlijk hier beneden kaart op like, dat helpt mij enorm. En hoop ik jullie natuurlijk heel simpelweg ook weer te zien bij de volgende aflevering. Of natuurlijk bij een andere video. Dus bedankt jongens. Bye bye.